Goedendag en welkom bij weer een nieuwe video bij Gideon Gaming. Deze week wederom World of Warcraft, maar nu wilde ik jullie graag een dungeon laten zien. En hierbij zie je mijn Pandaren, oftewel mijn panda. En hij is een monk en ik heb nu de specialty healing. Dus ik ga met jullie een dungeon healing doen. En nu... The fall of Dalaran begins here. These prisoners will stain the streets safe red travels. With blood. And when they're done, the Legion will bring this city crashing to the ground. Dus, nou, ik moet even kijken. Iedereen overleeft nog, gaat goed. Ik ben healer, dus ik moet ervoor zorgen dat ze in leven blijven. Simpel zat. Ik zie dat ik hier een shaman heb, totems van shaman. Dit zijn dus allemaal spelers. Ondertussen wordt er tegen ons geschreeuwd vanuit de duisterheid. Ik heb deze raid nog nooit gedaan, dat is wat leuk. Om dat juist te laten zien, er zit een mooi verhaallijn bij. En we moeten dus even kijken hoe en wat we gaan doen. Nou, mijn objective is simpel. Hou deze mensen in leven. En dat doe ik. Ik heb speciale add-ons erbij. Dat het leven iets makkelijker maakt. En als we allemaal te ver doodgaan, dan heb ik speciale foefjes. In leven houden. Zoals je ziet. Een hoop is over posities. Monster na monster. De tank bepaalt altijd waar we naartoe gaan. En natuurlijk het verhaal ook enigszins. Want ik zie hier nou groene blobs. Dus dat betekent dat we daar dan naartoe moeten. De tank die moet ervoor zorgen dat de monsters op hem gericht blijven. Ik moet ervoor zorgen dat de tank blijft leven. En als we dat hebben. Dan gaat eigenlijk alles goed. Ook de anderen willen graag leven. Een beetje chaos, vooral als iedereen overal naartoe rent, dan heb ik geen idee meer waar ze heen gaan. Maar goed. Oh, hij maakt zichzelf dood. Dat moet hij niet doen. Mijn taak is de tank in leven houden. En dan moet niet de andere mensen aggro gaan pakken. Aggro is dus eigenlijk dat het monster boos blijft op iemand. Dus de tank, zoals je het zegt, is een meat shield. Die is gespecialiseerd in een hoop damage te weerstaan. En die moet er dus ook voor zorgen dat alle mobs op hem gericht blijven staan. En niet dat andere mensen die daar niet zo goed in zijn... die monsters op zich krijgen, want dan kan ik het niet bijhouden met healen. En dan gaan ze dus eigenlijk gewoon simpelweg dood. We kunnen hier de percentages zien. Dit is een add-on die ik heb. Links kunnen we ook, helemaal links kunnen we ook de mensen zien met hoeveel leven ze hebben, hoeveel mana ze hebben. Maar dat is wel eens lastig om te zien. Ik vind die balkjes wat kleiner, dus ik heb een add-on dat het allemaal iets groter is op mijn grote scherm.
I have witnessed horrors that would put your darkest nightmares to shame. Nou, het begin is altijd makkelijk. I've never seen anything as terrifying as this. Maar dan gaat het natuurlijk wel moeilijker worden. Gaan we vanuit even. Finally free from that cursed mage trap. Gotcha. Hey there. I was just enjoying a relaxing vacation on the beach when a chilling sense of dread washed over me. Just what are you up to, I wonder? Wait! I recognize that voice. Oh, Buttons, what have you done? Hurry, get her back in the cell! Milhouse! You're next! Are you ready to explode? Quick, disarm her squirrel bombs before they blow! Make fun of her hair. It won't help, but it'll make her really mad! No one insults my hair! No one! What a nonsense. Oh, boy, you really did it! I know it was you, Milhouse! Uh-oh! Listen, Millie, I can explain! Oh, Millie me, Milhouse Jeremis Manastorm! I'm coming for you! Volgende baas. Een hoop bazen in een kleine kamer. Weinig movement hier, weinig crowd control nodig. Op zich wel fijn. Voor mij dus paradise om dit te doen. Nou, blijkbaar moeten we daar die grote koren gaan pakken. De rest loopt nog niet echt mee. Best eng vind ik dat. Niet meelopen, want de tank die moet het monster zien te pakken, niet de rest. Kijk, deze kan daar niet tegen, zie je gelijk, deze ook niet. Die krijgen dus heel veel pijn, en ik zelf ook. Beware. Beware. Hoppa, move away, heb ik gedaan. Even wel deze oplappen natuurlijk, want anders gaat het niet goed. Of dat iedereen zo door blijft gaan. Op zich ging dit nog redelijk. Ja, nou is die daar naartoe. Ah, dat is weer die damage dealer. Je kunt hier aan die icoontjes zien wat het zijn. Zwaardjes betekent dat ze eigenlijk mee zijn om heel veel damage te doen op de vijand. En het is niet goed als zij dus als eerste erop aflopen. Dat is vervelend, frustrerend. Voor iedereen eigenlijk. En voor hun ook, want dan vragen ze aan mij waarom heal je me niet. Ja, omdat ik anderen moet healen. En dan met name de tank. Als de tank niet meer leeft, dan zijn we allemaal heel snel dood. En één damage dealer minder overleven we wel. Want zoals je ziet, we hebben er drie. En die doen gewoon, die zorgen ervoor dat het gevecht minder lang duurt. Nou. De tank blijven leven. Nou ben ik een monk, dus zoals je ziet gaan er de hele tijd mooi van die stroompjes richting de tank. En dat zorgt ervoor dat ze... dat hij eigenlijk constant geheeld blijft. Je ziet constant de nummers boven zijn hoofd optellen. Dat wil zeggen dat hij constant eigenlijk zo'n 32.000 of 64.000, dat is dubbel, HP krijgt, dus leven terugkrijgt. Dus kijk nou hoeveel leven hij heeft, staat hier. Hij heeft 1,7 miljoen HP. Best wel een boel, als je mij vraagt. Ja, dat krijg je. Als je 110 bent, dan heb je ook een behoorlijke health pool. Ik zelf heb ik 2 miljoen HP. Dus nog meer dan deze beste vriend die nou bijna doodgaat. Ik moet hem even in leven zien te houden. De rest ook even in leven brengen. Naast mij staat. Kijk, nou trekt hij het weer. Deze moet ik even healen. En een regen spel erop. Zodat hij weer verder gaat. Zo.
En nou wordt iedereen nog steeds doorgeheeld. Dat is mooi. Wachten weer in het midden. Gaan nou de linkerpoort weer doen. Ik loop met de tank mee. Dat is deze. En zoals je ziet, als ik bij hem in de buurt blijf, blijft hij geheeld worden. En dat is goed. Want dat zorgt ervoor dat hij niet doodgaat. Deze wel. Maar dan gaan we over naar de tank. En dan is het aan hen de taak om qua strategie... Eigenlijk die bos, die gooit met het een en ander. Die heeft enge wapens, enge dingen die hij gaat doen. En het is aan hen de zaak dat ze aan de goede kant blijven staan. Vangen ze te veel pijn, dan gaan ze dood. En dan kan ik ook niet bijhouden met healen. En het is ook mijn taak om dan ervoor te zorgen dat ik opvang wat zij aan pijn krijgen. Dat ik dat anticipeer en opvang. Maar het is useless against this faceless one. With a mere whisper. It can drive a mortal mind to madness. Oeh, die ziet er wel ernstig uit, hè? Ik moet verder door, want anders kan ik de tank niet healen. Dit is een behoorlijke bos, jongens. Doom. Ja, Doom klinkt al niet leuk. Zoals je ziet heb ik mezelf even omkapseld. Dat komt omdat ik deze boss niet ken. Dus ik weet niet precies wat er gaat gebeuren. En daarom moet ik anticiperen. Casting Eternal Darkness. Geen idee wat er gebeurt. Wat dat betekent, weet ik niet. Hij gaat hier dood aan. Waarom gaat hij hier dood aan? Waar is die? Dus, ik ga zelf dood. Iedereen gaat dood. Waar zijn ze heen en waarom? Oh, vreselijk. Ik wist niet wat er gebeurde. Ik wist niet waarom we dit deden. En iedereen had het te zwaar mee. Dat is wel duidelijk. En blijkbaar gaan ze allemaal weer spulletjes pakken. Waar dan? Oh, daar. Dus, dat is het nadeel als je nog niet alles weet. Hij ligt daar nog steeds. Ik wil ook iets. Dus, hou de tank in leven. Hou in de gaten wat er gebeurt. Welke kant hij op gaat. Kijk, Carillon Swarm vind ik niet fijn. Niemand fijn. Oh, hij gaat hard dood. Dit doe ik op mezelf even. Nou, de tank in leven. Doe ik. Kijken waar iedereen heen loopt en waarom. We hebben blijkbaar die kandelaren waarmee we kristallen kunnen activeren. Ho eens. Waar gaan die heen? Wat is dan die vraag, hè? Die ogen. Shield of Ice. Daar iemand. Blijf in beweging. Dat blijft zo belangrijk. Met welke bos dan ook. En gelukkig, omdat ik zo hoog ben ondertussen... gaat mijn healing mist gewoon door terwijl dat ik beweeg. Dat is nog niet als je lager bent. Dan moet je blijven stilstaan, want anders wordt iemand niet meer geheeld. Maar voor nu is dat super fijn. Dan wordt het alleen afgebroken als ik dit soort dingen de rol doe. Kijk, die gaat alweer dood. Die gaat de hele tijd dood, dus die laat ik ook gewoon eventjes. Ik doe deze wel tussendoor. Waar is Profix heen? Oh. Dat is niet mooi. Ho eens. Even zorgen dat ik heel snel de boel bijhiel. Daar ging iets mis. Waarom dit precies mis ging, weet ik ook niet.
dat was niet helemaal lekker. Waarschijnlijk omdat ik niet in de line of sight stond. Oh, kijk. Die hier trekt echt te veel aandacht. Is vervelend. Het zorgt ervoor dat mijn tank achter gaat lopen. Kijk, en als mijn tank niet meer leeft, ik heb dat eerder gezegd, dan gaat het pas echt mis. Kom eens. Ik kan hem niet meer zien. Heal hem. Enough! These prisoners are useless. As the old saying goes, to destroy a floating city the right way, you have to do it yourself. Okay. Als je levend. Kijk eens. Ze leven allemaal nog. Nou, en dan zie je wat er gebeurt als die op iemand anders staat. Oh, jongens, die trollflex, die is niet zo goed hierin. Our hatred knows no bounds. Wat zijn ze nou? Iedereen rent weer zo keihard weg. Oh, jongens. Kom op. En toen was deze ook dood. En dat is heel nice. Gaan we nou nog meer doen? You must dispel. Is het klaar? En deze missie niet. Silvermore. Blijkbaar is het klaar, want ze gaan allemaal weg. Thanks all, zeg ik. Zo'n instance is echt even... geconcentreerd overal mee bezig. Dus ik weet niet eens precies wat ik heb gezegd. Omdat ik toch echt wel bezig ben met alles in de gaten houden. Kijken of dit iedereen blijft leven. En ja, dat blijft wel belangrijk. Line of sight is heel belangrijk. Dus oftewel gezichtsveld. Als iemand bijvoorbeeld hier achter het muurtje staat. Dan kan ik die niet meer healen. Een healer. Monk. Dus, met een instance. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het weer leuk om te doen. Dus kijk volgende week weer, dinsdag, voor een nieuwe video. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken als je het leuk vindt. Laat ook vooral comments achter. Dankjewel voor het kijken. Tot volgende week.